Van 12 uur tot 2 uur is dit Radio 11. Nou, daar ben ik weer dan. Ben blij op bezoek bij Radio 11. En wat dacht je wat? Ik heb nog een grote vriend bij me. Kijk eens wie er is. Viga. Hey Hansie. Hey, kom eens even mee man. Nou. Hier heb je Viga. We moeten maar een poosje doorlopen bij die radio. Ja. Nou, dat is natuurlijk naartoe verbrand. Wat radio is dat dan? Radio 11. Radio 11. Dat is een kern van onze radio, oh, zeg. Oh, daar heb je ook mee zitten. Ja? Ja. Ik heb er nog niet in mee zitten. Ja. Die hebben er zelfs voor 2 jaar geleden. Heb je er ook nog mee zitten, maar toen heb je er 15 minuten nog luider gehoord. Ja, het leidt toen helemaal op seconden. En toen verneemde ze mij weer nog. En ik zeg te gek. Ik dat toen zeg van, dit is eigenlijk toch wel zonde. Ja. Toen heb je dan bij Jordan. En er is dan ook weer Alden en de anderen. En toen kon je geen centiem meer creëren, want toen was er maar een muurtje. Nou ja, wat ben je nou in een muurtje? Nee. Ja, in alle hoogheden op een middag dan weer twee uur kwijt. Dus nou ja, zo is dat eigenlijk bij die nog allemaal. Ja, nou goed, dan weer bij Zichterman met die Henry bezig. Ja. Die heeft een kwartier even het stekker erin getrokken en onze moederschap die mocht niet meer. Nou, dat kan ik me voorstellen. Ja, nou een gesprek wat hij nou straks kriegen, denk ik helemaal. Ja, ja. Maar? Wie moet nog? Wie heeft nog een vriend met een... Wie dan? Batsen. Wie Batsen? Henk, jongen. Henkie. Hoe is het? Ja, alles goed. Mooi dat je bent. Ja. Ja. Kunt de mensen nog eens een keer het echt zien? Ja, ik is zo'n vrouw. Wie is toch die wieger? Ja, nou, ik ben ook blij dat ik erbij ben, jongen. Ah, dat is toch wel mooi, ja. Ja, fantastisch. Ja, ik vind het hartstikke mooi. Ik heb je zo zie elke keer op de filmpjes. Vooral zo'n hulppiet. Ja. En dan, ja. Hij is weer teruggebracht naar 2 camera's. Hij is zelfs wel 11 camera's onder de best. Ja. De 2 camera's, hè. Ik schommel nog wel eens. Hij gaat bij schommel doen. Ja. Ja, dat merk ik. Maar wat zullen we doen? Zullen we naar binnen gaan? Ja. Nou, kom maar. We gaan naar binnen. Oké. Nou, hoor ik net is de deur dus voor jullie. Zal ik hem dan vroeg wel zo? Ja. Ik moet nog iemand mijn onderscheiding omhangen. En dat ga ik nu even doen. Liggend. U voorziet alle filmpjes voor geweldig mooi commentaar. Daar genieten wij allemaal van. En daarom krijgt u mijn onderscheiding. Dat was verdiend. Draag me heel veel plezier. Graag gedaan. Ja, mooi hoor. Ja, Wiegand. En last but not least. Wie hebben er nog veel meer? Ja, wie zal dat goed vermoeden? Mooi Engels wil. Ik zal schat. Maar luister, wat nog niet gehoord. Wat wil niet dan? Noord-East, bro. Jij hebt allemaal wat moois. Op zijn zons, jij mag met medaille. Kijk eens even. Jij was niet gehoord. Wat een taal. Ja, wat mij daar even leuk. Wat leuk. Alsjeblieft. Heb je hem mee? Ja. Ik weet wel wat je dan. Nou, ik wens gewoon voor wiegere manier. Ik ben er zoveel als, hè. Overal waar wie komt, zijn we altijd, wie bent met je vier, hoor. Kijk, dit is natuurlijk de belangrijkste, dit is de allerbelangrijkste. Dat is de kleine van ons. Dat is de kleine van ons. Dit is van Sneek. Dit is een computer uit...
Namibië? Kun je spreken? Er is nog een pinnen van de wezenlozen. En is die hebben we ergens in Nijmegen gemaakt. Die komen eerst ingeven voor de camera man. Ja. Ik heb een beetje vier en anders weet ik niks. Ja. Dus. Waar zie je de camera man? Dan? Nee, het geld. Oh, dat geld wel fijn. Ja. Hij loopt stage. Hij loopt stage veel, hè? Dus. Ik zal ik ze allemaal opspelen? Of? Nee, doe maar gewoon even in een zakje. In een zakje, ja. Ik heb graag een zakje. Is van de Nedde Manders. Graag een zakje in hand. Dit is van Nedde Manders. Is die van Nedde Manders? Ja. Kun je zien, hè? Kunt Nedde Manders. Kunt niet. Dat is al wel. Zie je hem wel, hè? Gaan we ook. Ja, welkom bij het tweede uur. Zo heb je de hele keet hartstikke vol. En zo is het leven. Ja, maar we zitten wel nog vol. Ja, twee uur, ja, absoluut. Het tweede uur live uit Stadscafé Blijen hier op de Grote Markt hier in Zwolle, Radio 11. Wat gaan we doen de komende uur? Nou, we gaan praten met de jongens van Sassendonk TV. Hebben nog een optreden tussendoor van Tante Kippen. En Paulinus komt ons vertellen over de Sassendonkse optocht in de tribune. En iemand die vandaag een beetje langer blijft zitten, ook als Wieg dat rond die ook aan tafel zit. Een man, onder andere, van, die ook betrokken is bij Sassendonk TV. Want volgens mij hebben we hier een heerlijk ongeregeld zootje aan tafel zitten. Dat kun je ook zo wel zien. Ja, het is maar toch wel weer geregeld. Er zit ook wel weer een bepaalde structuur in. Ja. Maar we hebben allemaal via social media inmiddels kennis kunnen maken met Sassendonk TV. Ja, en dat bedenkt erachter. Ja, die zit naast jou. Maar Gert, ja, je durft niks te zeggen, hè? Maar natuurlijk wel. Ja, je wel. Gert, hoe kom je zo bij om Sassendonk TV op te richten? Ja, dat kun je zien. Ja, dat is een goede vergelijking. Het komt je aanwaaien en je hoofd zit vol met ideeën. En dan kom je wat mafketels tegen. En dat idee krijgt vorm. En die mafketels hebben het over Wiegert, Hans. Nou, dat is de meeste. Het is anders, hè? Kijk, Gert die had behoefte aan een gestructureerd persoon. En daar hebben we Wiegert voor genomen. Ja. Ik had meer een aan Boom Lul. En daar heb ik badchauffeur naar. Dat is goed gelukt, een mooie combinatie. Dus. Maar ik heb het voor de camera. Maar ik heb een vraag, is dit rechtstreeks? Dit is live en dus rechtstreeks. Oh, ik weet dat ik naar de kapper ben geweest. Ja, dat kun je ook niet uitzien, Wiegert. Jullie hebben ook heel veel humor in jullie programma. Ja, het is gewoon een ja, ik mag geen filmpjes zeggen, maar reportages voor de gewone man die carnaval viert. En vrouwen. Carnaval vieren, dat doe je op straat en dat doen we met veel plezier, veel lol. En dat willen wij in onze reportages weergeven. Nou, ik moet toch zeggen, ik heb nu een paar uitzendingen gezien, die zeggen reportage, het zijn natuurlijk echt wel programma's, ziet er toch vrij professioneel uit. Dat kun je zeker niet. Absoluut. Ja, we doen ook ons best, hè. We proberen met het beste materiaal te brengen. Maar dat lukt niet al, hè. Gisteren heeft meneer een pad gestuurd met een klein camera, ik heb dat meneer zelf weer gekregen had. Dus ja, wat daar betreft gewoon, dan maar ik ben heel goed in binnenleven, dat is mijn kracht. En zelf doet het niks. Zelf doet helemaal niks. De laaie man die gek. Maar Gert, het heet dus Sassendonk TV. Wil dat zeggen dat het toch alleen met de carnaval uitgezonden gaat worden? Zoals we er nu over denken. Maar ja, je weet het niet. Het is wel een goede naam. Je kunt er natuurlijk best wat meer mee doen met die hand. Ja. Nou, dat zal misschien in de toekomst best wel gebeuren. Ja, dat is afwachten. Kijk, dit is een probeersfunctie. Nou, probeersfunctie. Nou, goed gelukt, zeg ik bij mezelf. We hadden dit wel gehoopt natuurlijk, maar echt niet verwacht. Wat had je niet verwacht? Nou, dat zou succes worden. Ja, ja. En om nu direct door te denken, nou, dan gaan we ook verder met carnaval. Nou, dat is een beetje te stoer aannemen, denk ik. Dus, maar ja, er stormen wel allerlei plannen en gedachten op het hoofd, dat wel. Jullie komen ook echt ongevraagd en uit, een beetje ongegeneerd, komen jullie ook echt binnen met de camera. Wat een zin in. En dat vind jij dan weer handig, hè? Ja, en dat probeer ik wel, want dat is juist het mooiste. Kijk, je staat op een carnavalsbeurs en dan kom je achter een tafel langs en dan probeer je gewoon wat mensen te nemen. Dat is een interview, dat is gewoon het leukste. Ja, ik begrijp waar je naartoe wil. Dat is heel duidelijk. Ja, dat is goed gelukt, dat heb ik vorige week allemaal gezien, ja. Maar merk je er ook opeens wat de kracht is van een camera? Ja. De mensen die hebben er toch een beetje een angst voor om je niet of om je te weigeren. Dus ze laten je gauw wel toe. En ik denk als je je toch een beetje aan het protocol houdt en dat niet in de war schot voor die mensen, dan laten ze je gewoon overal binnen. Dat hebben we gemerkt in Nijmegen. Ja, we zijn hier geweest. Ja, we zijn bij Prinsentreffen geweest in Nijmegen. En dat was gewoon, ja, dat was iets unieks. We zijn om 9 uur was ik daar met Gerda al. We zijn er met alle EK's ontvangen door de organisatie.
en door de voorzitter. We kregen een badges, we mochten overal komen, we mochten overal zijn, overal gaan. Volgend jaar zal er binnen. Nou, en dat bedoel ik, en die mensen hebben ook gezegd, als jullie geen protocol door de waarschuwing, dan maar van ons mag je overal komen. Nou, behalve de kleedkamer van de dames. Dat ja, dat is wat jullie zo graag willen in de kamer. Maar goed, wat is Wiegert voor toevoeging aan Sassendonk TV? Ja, dat valt in niet omgaan. We hebben het er net al over. Wiegert zegt al, die normaal aan een microfoon zit, en dan zit er een ketel één fleur mee. Ja, Tonnekruisjes. Kleurkruisjes. Kleurkruisjes. Ja, nou, wat Wiegert toevoegt, dat hoor je op straat. Dat hoor je in je app, of dat zie je in je appjes die je krijgt van de mensen. De mensen die zien dat en die horen dat. En ja, het commentaar wat Wiegert levert. Als we dan even terugkomen op de uitzending van het Biertong. De naam Wiegert, hij was er toen niet bij aanwezig, maar de naam wordt heel veel genoemd. Nou ja, kijk, de bedoeling is ook dat ik gewoon altijd Wiegert aanspreek. Ik kan Gert van aanspreken, nog Bats aanspreken, maar die geven geen commentaar op die filmpjes. Nee, maar dat kunt ook zo, ik maar nergens naar binnen. En dan ben ik zeer van Wiegert, ga met naar binnen. Ja, maar, ja, en dan zorgt Wiegert wel achter mij. Ja. En dan kom ik ook binnen. Maar het is wel een heel bijzonder fenomeen. Het is tv, het blijft natuurlijk bijzonder om te doen. Je hebt zelf bij je dagelijks leven fotograaf, of heb je ook heel veel gedaan in je leven? Ja, dat doe ik nog steeds. Ja, ik ben ook fotograaf geweest. Naast de PKT nog een keertje. En ik werk dus nu ook weer een paar uurtjes. Ja goed, dat tv-werk, dat is gewoon zo leuk. Want Batsen, om het zo maar even te noemen dan, hè? Sebastiaan Batsen. Daar luistert hij niet eens naar. Luistert hij niet naar, Sebastiaan? Ja, nee, in het carnavalsleven is overal Batsen. Een boel mensen zijn niet eens weten hoe ik echt ben. Maar Gert, zo begint ook de montage, neem ik dingen allemaal. Hoe lang ben je daar nog niet mee bezig? Dagen! Of valt dat reuze mee? Ik probeer het binnen 24 uur online te krijgen, maar het lukt niet altijd. Nee. Het heeft niks te maken met onze kwaliteit. Heeft niks te maken met onze kwaliteit van filmen en commentaar. Nee, ik heb te veel. Ik krijg te veel van ze om in de computer te zetten. Ja, kan ik me voorstellen, is het natuurlijk zo ontzettend veel. Nou, ja, vaak gebruik ik alleen de goede beelden, dat maak ik. Wat voor criteria had je om naartoe te gaan? Welke activiteiten? Om naartoe te gaan, nee, dat komt zo in onze borrel. Want we hebben geen draaiboek, niks. We gaan gewoon ergens even beslissen. En we gaan en we zien wel wat het wordt. Alleen na de tijd met het monteren hebben we wel criteria, bijvoorbeeld vroeger schelden, dat soort dingen. Ja, dat hoor je wel. Met dronken mensen. Nee, absoluut niet. Boze. Daar hebben ze mee nog veel mee. Allemaal met die opbeuren. Ja, nee, dat is waar. Anders vind ik het. Maar ook zoiets als een camera, want jij soms dan past zo'n camera niet in zo'n gelegenheid. Nee, daar word je wel zo ver gelopen. Maar we hebben nog twee mannen bij me die staan goed op één. En volgens mij hebben jullie wel ontzettend machtig verloren met elkaar. Ja, ja. Ja, dat hebben we ook. Ja, het is eigenlijk gewoon ook met die dom lul ondertussen weer. En dan op z'n zwols. Maar ja, dat kun je dus heel goed. Dat heb je zelf al aangegeven, je collega's ook. Ja, maar dat is ook een eis, hè. Het is een zwols programma, het moet ook een zwols. Ja, dat willen de mensen doen. Ja, echt plat praten, echt zwols. Ja, plat rollen. En op Wiegel kan dat nog van de beter. Ja, maar ik moet ook van Wiegel altijd fouten maken, anders heeft er niks aan op dat ding. Nou, daar heb ik er moeite mee, hè. Dus ik maak constant fouten. Dat ga ik heel goed af allemaal. En als de mensen die er thuis zitten, die denken van, hey, Sassendonk TV. Ik heb er alles van gehoord, maar ik heb er nooit gezien. Wat moeten ze dan doen? Nou, dan kunnen ze via Facebook kunnen ze eventjes Sassendonk TV aantoetsen en dan... Op de website. Op de website. Dat is www.sassendonktv.nl. Ja, en als ze zich daarop aanmelden, dan stuurt ze de filmpjes gratis toe. Oh ja? Oh. Huh? Oh. Dat is nu niks. Dat is nu niks. Sorry. Kijk, zo gaat het onderling met elkaar. Dat is goed. Mannen, ik wens jullie nog heel veel succes met Sassendonk TV. Ik hoop dat we elkaar nog eens vaker tegenkomen. En jullie gaan zo meteen weer op pad. Ja, we gaan zomaar even naar Eileuvers. En dan kijk ik naar die burgemeester, die Henk-Jan Meijer, nog even voor de microfoon kunt kringen, want dat is zo'n carnavalsvieren. Dan moet je toch even weten hoe we dat altijd jullie hebben. En ik krijg een speldje. En ik krijg een speldje van ons. Wat voor speldje? Sassendonk TV-speldje, de fanspeld. Geweldig. Nou, doen dat goed en doen Prins Kinnen goed. We proberen Prins Kinnen al weken uit te krijgen. Maar die man is nu die is zo druk dat het gewoon niet. Dan moet je Sassendonk TV nemen. Ja. Kom je aan ons mee? Ja, maar en jullie hebben wel. Wij proberen echt in de uitzending. Hij was al teleurgesteld dat we er nog niet waren. Ja. Tja. Nou, ik hoor het al. Dit is een goed iets. Een mooie toevoeging aan carnaval in Sassendonk TV. Maar veel succes. Dankjewel. Dankjewel.
Jongen, dat was toch een mooi interview wat we hier over hebben, hè? Ja. We weten dat de mensen tenminste wie dat Wieger is. En ik denk dat we het, nou ja, als je nog geen bekendheid meer krijgt, dan kunnen we het nooit meer goed met ons. Wie gaan we naar Rijleuvers? Ja, wie trapt de man? Wie trapt de man? En dan zien we jullie straks allemaal weer. Nou, hoi! Straks!